Dames en heren, goedenavond. En hartelijk welkom bij het gastschrijverschap 2012, het 27e gastschrijverschap. Hans Aarsman is dit jaar onze gastschrijver. Ik heet hem van harte welkom. Heel fijn dat je hier wilde komen. Ik heet ook welkom Douwe Draaisma, die met een stok weliswaar, maar toch hier ook aanwezig is. En in gesprek zal gaan met Hans Aarsman. Dat wordt vast boeiend. Nu even dus het saaie gedeelte van de avond. Ik krijg soms wel eens een vraag van wie is nu jullie gastschrijver? Jullie hebben zo'n mooie traditie, 26 gastschrijvers. Wie is het in 2012? En dan zeg ik Hans Aarsman en dan is men verheugd, maar ook een beetje verbaasd. Dan zegt men, Hans Aarsman, is dat wel een schrijver? En dan antwoord ik het volgende. Dan zeg ik, kijken is selecteren, fotograferen is selecteren. En schrijven is selecteren. En bij Hans Aarsman komt dat allemaal samen. Kijken, fotografie, schrijven. Kijken naar foto's. Schrijven over foto's. En dan het interessantste, schrijven over het kijken naar foto's. Ja, Hans Aarsman is een schrijver. Een schrijver zou je kunnen zeggen in het kwadraat of misschien wel in de derde macht. Ik had iets voorbereid voor deze avond, dat ging over deze foto. Ik wou er een diepgaande analyse van geven, de foto die op het affiche staat en op de folder. En Hans Aarsman staat hier een beetje te loeren, te kijken dus inderdaad. En hij heeft iets in zijn hand en ik dacht, dat is een potlood. En ik had een prachtig verhaal gemaakt waar ik op die potlood verder ging, over schrijven, over kijken, over fotografie. En ja, duurde ongeveer 40 minuten, zoiets. Ik checkte even bij Hans Aarsman, maar wat heb je nou er in je hand? Dat is toch een potlood? Nee, zei hij, dit is een stukje van die plant waar ik tussen sta. Dus mijn verhaal valt helemaal in het water. En dat is eigenlijk maar goed ook, want we krijgen nu Hans Aarsman in gesprek met Douwe Draaisma. En ik wil jullie graag uitnodigen hier op het podium te komen. Het gesprek wordt een beetje geïmproviseerd, duurt 50 minuten, een uurtje, zoiets. Daarna dring ik mij er weer tussen en dan is er de mogelijkheid om een paar vragen te stellen aan beide heren. Een hele prettige avond. Ja. Goedenavond, dames en heren. Sherlock Holmes die werd, zoals u wel weet, in de meeste avonturen vergezeld. Iemand die dan weliswaar wel een academische titel had, maar wiens intellect toch ver achterbleef bij dat van de flonkerende Sherlock Holmes zelf. Ik zit een beetje in die rol. Ik zal me daar zo goed mogelijk in inleven, want Hans Aarsman is hier de fotodetective. Is de man die de Sherlock Holmes eigenlijk als de dragende metafoor beschouwt voor wat hij doet. En wat ik heb voorbereid is eigenlijk een aantal voorzetten waarvan ik hoop dat we daar een aantal van de belangrijkste thema's van zijn werk mee kunnen belichten. Ik heb Hans gevraagd om eigenlijk een foto mee te nemen die voorop het engeltje dat over mijn tong pieste staat. En dat is een op het oog autobiografisch werk. Het is een verzameling foto's, heel veel uit de jaren 50 en de jaren 60. En het begint met, en dat zet je direct op het verkeerde been. Als er visite was, wilden ze laten merken hoe goed de kinderen waren afgericht. Uit alles moest blijken dat de radertjes geolied draaiden. Er werd een hele show van gemaakt. Wat gaat dat gesmeerd met die aars mannetjes? En de kinderen dragen allemaal een steentje bij. En dan komt er een prachtige tekst waarin, wat mij betreft, op buitengewoon beeldende wijze de jaren 50 opgeroepen worden. En ik ga één stukje voorlezen om aan te geven dat Hans Aarsman, misschien nog wel meer dan fotograaf, misschien nog wel meer dan kunstenaar, eigenlijk een schrijver is. Prakken heeft hij van zijn ouders geleerd. Eerst de aardappels, daar de groenten doorheen. Het vlees in kleine stukjes snijden
en samen met de jus aan de brei toevoegen. Flink door blijven prakken tot er een laag op je bord ligt van 3 centimeter dik. Met het mes daar een reepje van afhalen en op je vork schuiven. Zonder mes gaat het ook. Met de vork in je rechterhand kun je hap voor hap het hele bord naar je mond brengen. Hij weet niet waarom, maar het smaakt nergens naar. Hij zou tenminste niet kunnen zeggen of het vies is of lekker. Zijn linkerhand heeft intussen niets te doen en zakt als vanzelf onder tafel. Onherroepelijk komt dan van links en van vaders kant een mep op de arm waaraan de ledige hand zit. Dit roept een tijd op die ik als 2 druppels water herken. Een tijd waarin ook nog flink gemept werd. Dat is helemaal uit het pedagogische repertoire verdwenen intussen. Maar dit roept een beeld op van een jeugd in de jaren 50. En dat is de jeugd geweest van Hans Aarsman. Er is nog een tweede foto waarvan ik je zou willen vragen om daar zelf iets over bij te vertellen. Omdat je, dat het zo'n autobiografisch opgezet boek is, de indruk hebt dat jij daar nog weer eens, terwijl je het huis eigenlijk al uit was, bij je ouders op bezoek bent om nog eens een keer mee te eten. Ja, het is een vriend van mij, André Boersma, die lijkt een beetje op mij. Net zoals overigens die jongen op de cover, die lijkt ook een beetje op mij, maar ik ben het ook niet. En wij aten altijd. Nou, ook dat idee van dat je met je hand niet onder tafel mocht zitten, dat had ook te maken dat mijn ouders dachten dat ik laderhand in kringen terecht zou komen waar dat niet deftig was. Is ook inderdaad gelukt, dus ik ben heel blij dat ik nu mijn hand niet onder tafel steek af en toe. Maar bij ons werden de pannen toch gewoon op tafel gezet als er verder geen visite was. Dus dat zie je hier. En het is vrijdag en er werden bij ons altijd rutjes met spek gegeten. Maar wat zijn dat, rutjes? Rutjes, dat zijn bruine bonen. Oké. Okay. Bruine bonen met spek. Mijn vader was slager, maar nu al lang niet meer. Dus we zijn nu al naar verhuisd. En inmiddels was hij zijn post in het Rijksmuseum. Stond hij tussen de kunst. Niet dat hij daarvan hield of dat het mij geïnspireerd heeft, maar. En er is ook nog een foto, en dat is eigenlijk jammer, die heb ik er niet in gestopt, waarin hij zijn bord aflikt. Ja, dat mochten wij thuis nooit. En al helemaal niet toen we een paar met glazen borden kregen. Toen was het helemaal verboden om. Dan kon je er zo aan de overkant zo al die tongen zo. Zag je daar voorbij komen. En het is eigenlijk een soort promotiefoto geweest voor een blad dat ik ooit met een paar vrienden heb opgericht. Voor sociale fotografie. Dus, of eigenlijk meer sociologische fotografie. Fotografie van het heel gewone leven. Zoals het is. Dus niet exotische dingen. En het was een volletje en er stond die foto op. Het is wel jouw eigen foto. Ja, samen met Harry Meijer heb ik hem gemaakt. Ja. Ook een andere, ze stonden met z'n tweeën op een trappetje zo in het hoekje van het huis van mijn ouders. Dit ken je misschien ook wel. Dat is ook zo'n typisch jaren 50 dingetje. We waren katholiek, hè? Ja, het is al niet meer de jaren 50, hè? Want die pan die jouw moeder draagt. Het is Brabantia, bedoel je? Ja. Ja. En dit is ook Brabantia, dit. Het is zwart-wit. Dit is Bleu-Bent. Krijg je bij de boter. Deze hier, zie je het staan? Ja. Ja. Okay. Maar ze poseerden altijd willig. Maar dan zie je hier ook nog zo'n eenhoorn, of zo'n eenhoorn, dus heet dat plantje ook alweer met zo'n rare. Hertshoorn, ja. En die deuren die vroeger mooi waren, waar opeens een stuk hardbord overheen moest, hè? Ja. Ja, je hebt altijd, als raad, je moet ook letten op wat er niet te zien is. En mijn vrouw die merkte op dat iets wat tegenwoordig heel natuurlijk zou zijn, geen servetjes bijvoorbeeld op tafel, niks te drinken bij het eten. We dronken nooit bij het eten, hè? Nee. Raar eigenlijk. En het servet hadden we gewoon aan het tafelkleed zitten, hè? Het is allemaal heel erg efficiënt. En het is zo te zien, zo'n kamer ook. Zo'n kamer waarvan de schuifdeuren zijn weggewerkt, of? Die zijn weg, ja. Ja. En ervoor zit ook nog iemand, of niet? Dit is Tante Toos, ja. Goed zien voor jou. Die zit het doordrukken altijd, maar op een manier blijft ze toch zichtbaar, Tante Toos. Maar ik wil niet onhartelijk zijn, maar voor Tante Toos is niet gedekt. Nee, dit is waar. Nee, maar het is ook echt voor de. Ik weet niet precies, maar die had alweer gegeven. Zo'n beetje moeilijke tante was dat. Ingewikkelde tante, ja, die, weet je wel, van die mensen met gebruiksaanwijzing.
Mijn moeder passeert ook echt, hè. Die probeert echt uit. Heeft ze dan begrepen dat je op foto's niet moet lachen als ik ze maak? En dan laat ze niet lachen. Ja. Jouw moeder had meer de theatrale kant, die jij misschien nu ook zo goed kunt gebruiken, want je gaat het theater in. Ja, mijn moeder zong bij de Avro Girls. Met Appie Mol. Over theatraal gesproken. Mm-hmm. Ja, ja. Had ze ook foto's van Appie Mol. Je hebt een wat ambivalente houding tegenover fotografie. Kan je wel zeggen, ja. Er zijn hele genres die je werkelijk niet kunt luchten of zien. Maar er zit ook altijd een relativering in, omdat je bij ieder genre ook wel één of twee fotografen kent die wat jou betreft in dat genre uitblinken en die juist weer wel bewondert. In 1992 heb je je apparatuur verkocht, je fotoapparatuur. Zou je ook kunnen voorstellen dat je op die manier ooit met schrijven stopt? Nee. En wat maakt dan schrijven zoveel bijzonderder voor jou dan fotografie? Omdat ik heb heel lang gehad dat ik heb nog een associatieve geest. En als ik iets te bedden breng of ik zie iets en ik vertel dat, of ik vertel iets wat ik mee heb gemaakt, dan heb ik heel vaak gehad dat mensen me heel glazig aankeken. En dat is eigenlijk zo gebleven totdat ik zelf ging schrijven. En toen ontdekte ik dat al die associatieve dingen, alles wat door je kop zweeft, hè, allemaal gedachten links en rechts, zo, dat je die kunt smeden tot in 400 woorden of in 1000, tot een soort staketsel wat er mag zijn. En dat is de grote kick. Dus het is voor mij een soort, dat ik van mezelf heb ontdekt dat ik dus niet stom ben. Of gek. Of, nee. Nee, en dat is een ongelofelijke. En er hoeft niet eens publiek bij. Dus als ik hem af heb, dan voel ik al zo een soort geluk. Ja. En is de kick ook het misleiden? Want dat doe je natuurlijk als schrijver ook wel een beetje. Eigenlijk alleen in dat boekje. Oh. Ja. Dat tref ik dan weer. Ja, dat heb jij dan weer. Ja. Ja. Maar gelukkig, nee. Ik juist ook met die, in de krant en zo, daar heb ik juist niet de bedoeling of behoefte om te misleiden. Dat is eigenlijk heel erg eerlijk. Want ik heb, dan staat omslag, die raketfoto, met mijn raket in moeders keuken. En dan zie je dat bij copyright staat 1960. En ik weet dat jij van 1951 bent. En deze jongen is echt geen 9 jaar. Dat had ik dan ontdekt als in mijn bescheiden rol als Watson. Als detective? Nou, als detective. Je doet het heel goed, Douwe. En er zijn nog een paar van dit soort foto's waarbij ik denk van, dat suggereert dat het bij jou thuis is, of dat je zelf die foto gemaakt hebt, waarbij dat niet het geval is. Dus het begin is autobiografisch, maar daarna dan gaat het verhaal een beetje zijn eigen gang. En, ja, dat is eigenlijk het originele onderschrift bij die foto, dat was die jongen, wat eronder staan, met mijn raket in moeders keuken. Juist. Dus ik dacht, daar kom ik wel mee weg. Ja, ja. Dat is niet gelukt. Als jij zelf foto's analyseert, op een gegeven moment kom je het werk van Conan Doyle tegen. 2003 las ik. En vanaf dat moment beschouw je dat als een goede beschrijving van wat jij eigenlijk doet als jij naar foto's kijkt. Heb je van jezelf door wat een soort checklist is van, nou, daar let ik altijd op. Er zijn altijd 10 dingen die ik afwerk als ik een foto bekijk. Misschien niet precies in die volgorde, maar 10 dingen waar ik op let, waardoor ik dingen zie die een ander niet ziet. Nee, eigenlijk, ik weet dat ik zou een lijstje kunnen maken, maar ik gebruik eigenlijk nooit dat lijstje. Dat gaat gewoon puur intuïtief. En wat ik zelf altijd voor mijn hoofd sla, als ik pas aan het eind bedenk van, oh, er moet ook iemand die foto gemaakt hebben. Waar stond die dan? En waarom was die daar? En waarom zagen ze hem niet? En weet je wel? Ja. Dat komt eigenlijk altijd veel te laat. Dat eigenlijk de eerste vraag is die je bij een foto moet stellen. Want een foto van een eenzame in de woestijn bestaat eigenlijk niet. Want die zijn altijd met z'n tweeën. Ja. Toch heb je heel veel van die foto's waar je denkt, oh, wat is die zielig en in zijn eentje. Maar het is een soort kracht van fotografie. Dat vind ik het leuke ook aan fotografie. Dat je, het ziet eruit als een stukje echt. En het is zoveel suggestie. Alles wat er omheen zit, wat je dan niet ziet, wat je automatisch gaat invullen in een flits van een seconde. Alles wat ervoor gebeurd is en wat erna gebeurt, wat je ook gelijk weer invult. Want je ziet dit en je denkt, oh, die gaat een klap krijgen. Maar het kan best zijn dat die beweging naar achteren doorgaat. Je weet het niet. Dus het medium suggereert van alles en het lijkt gewoon zo echt.
En dus, dat zei, waar staat de fotograaf? Wat gebeurt er buiten beeld? Ja. Wat ging er aan vooraf? Wat gebeurde ervoor? Ja. Wat gebeurde ervoor? Ja. Detail, dat is ook belangrijk bij jou. Ja, want zeg maar, de suggestie van de foto die is ook zo sterk omdat je hem als geheel ervaart. En op het moment dat je er een loep boven houdt, dan lijken details groter, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om dat je de rest niet ziet. Dus dat je de totale suggestie van het beeld, dat je die kwijt bent. En daardoor ga je opeens, dat vraag je opeens, hé, wat doet dat daar? Het zou je je nooit afvragen als die foto even groot is dat je hem nu onder je loep hebt. Want daarom heb ik ook altijd maar een heel klein schermpje. Dit is het schermpje waar ik alles op kijk. Dus je kunt ook van die grote kopen, dan zie ik de foto's wel groter, maar daar heb ik helemaal niks aan. Want ik moet juist die details in. Niet ja. in die, dat geheel trappen. Omdat het geheel je verwachtingen stuurt van wat in dat detail te zien is? Nou, je gelooft al dat het klopt voordat je überhaupt goed gekeken hebt. Ja, jij vroeg ook in een van de mails die we gewisseld hebben van het zou leuk zijn om af en toe de parallel met wetenschap te zien. En dat losmaken van details en feitjes uit de context, dat komt natuurlijk in de wetenschap ook voor. Maar wat denk ik veel vaker het geval is, dat een detail juist in een andere context plotseling een betekenis krijgt, waardoor dingen op hun plaats vallen. Ja. En ik werk momenteel aan een boek over dromen. En het hoofdstuk wat ik net heb afgemaakt, dat gaat over vliegdromen. En daar kwam ik zo'n detail in tegen van ik dacht van ja, dat is losgemaakt uit zo'n context. En in een nieuwe context geplaatst, vallen de dingen precies op hun plaats en sturen de verwachtingen weer vertrouwd wat ze moeten doen. En dat ene detail is dat in de psychoanalyse vliegdromen met seksualiteit in verband werden gebracht. Ja. Uiteraard bijna, omdat wat niet, hè? Wat niet. Maar even de trouwste leerlingen van Freud, Federn, die had bedacht dat vliegdromen eigenlijk teruggingen op het feit dat mannen erecties hebben. En de achterliggende gedachte. Nou ja, een erectie is op zijn eigen manier natuurlijk ook een tarten van de zwaartekracht. En, hij is echt niet te geloven. Maar nou, het. Nou, dat vind ik scheten later nog veel meer. Ja. Als je nou toch de lucht in wil. Ik ben niet van dromen. Maar nou even dat detail. Die Venen die is daarvan overtuigd. En die vindt dan, bij weer een andere schrijver die helemaal niet zo psychoanalytisch dacht, de bekentenis dat hij altijd met een erectie ontwaakte uit vliegdromen. Nou, dat past natuurlijk prachtig in die theorie van Federn en op afstand die van Freud. Nou, dat publiceert dat in 1914 en daarna verdwijnt het volstrekt uit beeld. Het wordt bijgeschreven als ja, al die gekkigheid van die psychoanalytici. En dan in 1965 of 1953 wordt remslaap ontdekt. In 1965 wordt ontdekt dat remslaap gepaard gaat met erecties. En dat het dus eigenlijk heel logisch is dat als mensen uit een vliegdroom wakker worden, dat ze een erectie hebben. Hebben vrouwen wel eens vliegdroom eigenlijk? Ja. En hebben ook inderdaad equivalente verschijnselen. Ja? Ja. Maar niet die dat zwaartekracht. Dat is onderzocht. Dat past er dan weer niet in. Maar hier gaat het om dat zo'n feit wat zeg maar eigenlijk ten onder gaat met een achtergrond die op een gegeven moment niks meer betekent, die psychoanalytische theorie, in die nieuwe theorie gewoon blijkt te kloppen. Ja. En daar gewoon een ondersteunend feit is. Dus dat is op een wat onverwachte manier zo parallel met even een feit losmaken uit de context, even het vergrootglas erop leggen en in een andere context blijkt het dan prachtig te kloppen. Iets anders wat jij doet is zien wat er niet te zien is. Ja, of ik vraag me altijd af, en dat is ook van Holmes. Dus gegeven de omstandigheden, uit je gewoon je kennis van de wereld en het bestaan, weet je dat er, als er dat en dat te zien is, dat er ook iets anders moet zijn. En als dat er dan niet is, dan trek je daar een conclusie uit. Snap je? Is hier. Dus wat gegeven de omstandigheden er zou moeten zijn en er niet is. Ja. Dus. Ja, veel mensen zien dat over het hoofd. Dat je moet letten op wat er niet op staat. Wat er niet gebeurt. En wat er wel zou moeten zijn. Ja. Ja. Nou, bijvoorbeeld een opname van twee mannen die zitten achter een tafel en er is een projectie naast. Maar je ziet in het overzicht van de hele ruimte geen beamer. Ja,
bladen bedenk ik zomaar. Uit de rijkdom van zijn geest. Het ligt gewoon allemaal op de stoep, hè? Ja. Ja, als jij het doet... Wat hebben wij in de voorraad? In de opstelling staan. Als wat er nog niet is, wacht even. Want, oh, ja. Ja, precies. Een van de dingen is ook het vermogen om in het ene iets anders te zien. Je hebt een lezing gegeven voor TEDx. Daar zag ik dit. Een groot deel van de fotocollectie van Hans Aarsman die is gratis te downloaden. Mensen kunnen daar zelf posters van maken of wat ze er maar mee willen doen. En dit is geloof ik even de meest bestelde downloaden foto's. Ja, ik durf bijna niet te vragen, maar wat zien we hier? Je durft het niet, hè? Zeggen wat je ziet, hè? Het is een schip. Oké. Het is een schip. Het is het Winschoten Diep. Ja, vlakbij... Waterhuizen. Ja. Oké. En ze hebben daar... Ik had gehoord dat ze daar een... Het is eigenlijk voor groenten te vervoeren, hè, het Winschoten Diep. Al die bootjes die door die werf werden gemaakt voor die... Van die kleine fletjes om groenten te vervoeren. En nou, dat ging een beetje mis met die groenten. Toen zijn ze steeds grotere schepen gaan doen. En dan zag ik af en toe wel eens een foto van het waterlating. En dan zag je zo'n gigantisch schip dat zijwaarts in het Winschoten Diep. En het was net alsof er een olifant in een badkuip sprong. Zo'n totaal rare verhouding. Dus ik dacht, dat wil ik fotograferen. En toen was ik daar, stond ik bovenop een hangar waar allerlei dingen geconserveerd worden. En toen bleek dat ze een baantje hadden gegraven net daar. Dat hij heel zachtjes aan een touwtje naar achteren ging. Dus ja, dat ging dus niet door. En dan moet je je altijd aanpassen. En ik had een soort 4x5 inch camera. Dus het is een groot ding met een lab en zo. En toen draaide ik om, zag ik net die mannen daar op het puntje. Dus gewoon puur intuïtief. Dus niet van, ik ga een mooie compositie maken. Of dit is, lijkt op een schilderij. Of wat een heleboel fotografie doet. Je denkt, oh, dat is mooi. Maar dat komt ergens vandaan. Dat is dat collectieve schoonheidsprincipe. Maar dan nog even terug, want jij bedenkt dan... De meeste fotografen die het waterlating fotograferen... die een enorme golf die over de weg spoelt. Maar jij gaat dus bovenop staan. Waarom vinden mensen dit een mooie foto? Omdat die op een schilderij lijkt van Caspar David Friedrich. Wat op alle schilderijen van Caspar David Friedrich. Kunt u dat bewijzen? Hè? Nou, dat is nou toevallig dat je erover begint. Dat is nog niet eens die ik bedoelde. Nee, er zijn er, ja. Want er is nog een andere schilderij van Caspar David Friedrich... waar mensen echt op de voorplecht zitten. Ja, zoals op de voorplecht zitten. Ja. Maar hier is ook wel een schip. Ik denk, nou, dat gaat ook wel... Ja. Wel mee. Maar toch denk ik dat niemand hier had kunnen voorspellen... dat schip volgens Hans Aarsman mooi is... omdat het op dit schilderij lijkt. Dus je hebt het vermogen blijkbaar om... In die foto iets te zien waar verder nergens iemand aan denkt. Nou, ik vond het helemaal niet leuk om dat te ontdekken. Want ik probeer me juist heel erg te verzetten tegen het kopiëren van schilderijen, de fotografie. Dus toen ik dat ontdekte, toen dacht ik, toch ook die foto eruit. Totdat ik opeens bedacht, en het is juist heel goed dat je het bij mezelf ook laat zien. Omdat het zo'n onbewust proces is. Het is helemaal niet zo dat ineens dat je denkt... ik ga nu echt een Rembrandtje maken. Hoewel heel veel fotografen dat ook zeggen. Hè. Als ze geïnspireerd worden van... ja, ik ben geïnspireerd door Rembrandt. Of hebben we allemaal andere namen er ook bij. Galeriehouders vertellen dat ook altijd graag. Maar zelfs als je het niet wil... dan zit het toch dat onbewuste zit erin. Dat van drie kleine mensjes... ten opzichte van de grote wijdheid van de natuur. Dus ja, dat vond ik... Oké, ja. Maar toch vind ik dat knap dat je dermate in analogieën kunt denken of in overeenstemmende beelden. Dat je in zo'n waterlating hier in het Winschoten Diep dit soort van associaties hebt. Vind je het een beetje raar eigenlijk? Je vindt dat het niet klopt? Nou, het gek is dat het is volstrekt overtuigend als je ze één keer bij elkaar ziet, terwijl het niet voorspelbaar is. Oh, oké. Ja. Maar je kijkt me nou niet glazig aan, toch? Nee. Nee, maar het is wel duidelijk dat... Even de eerste complimenten die jij zou kunnen krijgen is van... wat een prachtige foto, het lijkt wel een schilderij. Ja, dat vind ik echt ongelooflijk. Dan heb ik gefaald. Ja.
Zet dat nou ook kwaad bloed bij collega's? Ja. Zijn hier fotografen, professionele fotografen in de zaal? Kijk, zie je? 1, 2, oh, 3, 4, 5. Nee, dat is 6. Een stuk of 6, 7. Ja. En hoe is het met jullie bloed? Is dat kwaad? We hebben zometeen nog gelegenheid om vragen te stellen. Ja, naar de vragen te stellen, ja. Nee, maar het punt is dat je... Het is natuurlijk heel moeilijk om... Kijk, die wereld buiten is een chaos. En als fotograaf moet je leren om heel snel te reageren, want dingen gebeuren heel snel. Dus je moet bijna een soort halve schabloon in je hoofd hebben. Dat gebeurde bij mij ook, hè. Je hebt een soort schabloon in je hoofd en als daar iets invalt wat je om je heen ziet, dan denk je, pats, ik heb hem. En dat doe je dan in een halve seconde, weet je, dan ben je heel snel in. En omdat je die schablonen, die haal je dus uit al die beelden waar allerlei mensen van gezegd hebben, dat is een goede foto. Dat gaat onbewust wat het publiek met je doet, dat slaat zich op. En dan zie je, en als je eenmaal de schabloon in je hoofd hebt, dan krijg je het er ook bijna niet meer uit. Daar moest ik ook echt stoppen. Als ik gewoon door, dan ga je altijd weer naar een ander schabloon zoeken. Dus ik heb helemaal begonnen met schabloon à la Cartier-Bresson. Dat is al een bekende, dat zijn altijd die gulden sneden uitsneetjes en zo. En oude mannetjes op bankjes. Dus de onderwerpen worden er ook heel erg door bepaald. Toen ik daarmee ophield, toen ging ik expres de kamer heel erg scheef houden. Dan kom ik wel op iets anders uit. En daarna 2 jaar was dat ook weer een bepaalde esthetiek. En toen ben ik met die idee van, nou ga ik nu op een hele grote afstand. En dan kan ik niet meer echt vorm erin maken. Maar dan wordt het echt overzichten. Dan kwam ik toch weer op die Caspar David Friedrichs uit. Dus toen dacht ik, nou dan moet je er maar radicaal mee stoppen. En hoe lang heeft het daarna nog geduurd voor je die blik ook een beetje kwijt was? Of heb je die nog wel? Ik heb hem nog steeds. Ja. Ja. Want wat ik eigenlijk zou willen doen, is dat ik fotografeer als je denkt, hey, wat interessant. Je maakt iets mee wat interessant is. En dan moet je daar gewoon een opname van maken. En het is niet omdat de vorm interessant is, of dat het gewoon als foto interessant uitziet, maar gewoon omdat je het meemaakt. En die houding, nog steeds betrap ik me op, zit ik al op de fiets en denk ik, oh, ik had die foto moeten maken. Fotografeer je helemaal niet meer? Of, Ja. Dat nog wel. Dus ik was laatst bij was een soort bijeenkomst en daar waren we uitgenodigd met een groep. Om te gaan borrelen en te gaan eten. En toen bleek dat ze helemaal niet bedacht hadden dat ze eten voor ons zouden halen. En toen, met veel wikken en wegen, werden er 6 pizza's besteld. En toen dacht ik, daar had ik een foto van moeten nemen toen ik hongerig wegfietste. Van die 6 pizza's. De jongen met zo'n beetje met zo'n helm op, ja. Die met zo'n 6 pizza's binnenkomt. Ja. Dat is één filosofie van fotograferen. Er is een Nederlands fotograaf, Corson Bennekom, die om zo te zeggen, nou misschien is dat ook niet helemaal waar, ik zou zeggen die het tegenovergestelde doet, die probeert te fotograferen waar je overheen kijkt in het dagelijks leven. Zijn vrouw staat te douchen of een kind wordt verschoond, kinderen hebben ruzie, het soort dingen die verder geen normaal mens zou fotograferen. Is dat een stijl die je ooit gehad hebt? Nee, niet echt, nee. Maar ik had ook geen gezin natuurlijk. Nee. Maar dan, ja. Maar misschien wel een vrouw. Jawel, maar ja, die stond natuurlijk ook wel te douchen af en toe. Nee, maar het is heel mooi gefotografeerd vanuit het idee, niet vanuit de hoogtepunten, maar het dagelijkse erop. En dan kom je zoveel tegen. Ik baal er nog steeds erg van dat ik nooit mijn kinderkamer gefotografeerd heb. Of mijn ouders het niet gedaan. Maar heel veel van die dingen, of al je fietsen. Of alle schoenen die je ooit hebt gehad. Je herkent ze allemaal onmiddellijk als je. Ja. Zo, het is heel. Waarom fotografeer je dat niet? Omdat je maar altijd maar naar die hoogtepunten en die mooie vormpjes zit te kijken. Maar het is eigenlijk. Fotografie vind ik veel interessanter als verzameling dan als beeld op zich. En dat beeld op zich, dat je daar zo achteraan gaat, dat is ook weer typisch schilderkunst. Dus de hermetiek van dat ene plaatje waar alles in klopt. We hebben een aantal foto's meegenomen van een andere fotograaf, Eddo Hartman. Misschien kun je er eentje laten zien. Moeten we even kijken hoor. Het is inderdaad de volgende. Nee, we zullen het eerst hebben over de. Of wil je toch het andere doen? Ja, eerst toch maar die burgeroorlog foto's. Want voor die analyse van jou moet je scherp zien, maar je moet ook gewoon een heel goed geheugen hebben voor dingen die je ooit eerder tegen bent gekomen.
En in dit geval is dat dat je wist dat dat lijk ook nog op een andere foto lag, op een hele andere plek. Ja. Ja, het is, dit is een foto van een slag tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, wat ik een hele interessante periode vind, omdat daar, net als bij de Krimoorlog, zo het vechten begint te veranderen. Want vroeger liet iedereen in rode en gele en knalblauwe uniforms en moest je gewoon als generaal vanaf de heuvel kunnen zien wie waar stond. En dan schoot je vanuit linies, ging ook echt piketpaaltjes slaan en dan gingen ze allemaal met z'n allen recht en dan werd er geschoten en dan viel er eentje om en dan sloten ze de geleden en liepen ze gewoon op elkaar af totdat ze bij elkaar waren en dan ging het met die bajonetten. Echt heel, ja, choreografie. En dat kon allemaal omdat je toen nog met musketten schoten, die kon je heel langzaam laden, dat kostte ongelooflijk veel tijd. Toen ontdekten ze het herlaadbare geweer, dus wat we nu hebben, niet eens een mitrailleur, maar een herlaadbare geweer. En toen kon je gewoon ratatatatat, iedereen die zo ging staan, ging er gewoon aan. Dus je had niet de tijd om iemand af te lopen. Dan ben je toch altijd weer een paar minuten verder voordat die musketten weer geladen hebben. Dus natuurlijk ben je toch weer een paar honderd meter verderop. Dat kon toen niet meer. En nou, daardoor zijn bijvoorbeeld al die uniforms ook veranderd. Nu, toen zijn ze voor het eerst camouflage gaan gebruiken. Dus toen werd het belangrijk als militair om onzichtbaar te zijn. Tot daarvoor was het juist heel belangrijk om heel zichtbaar te zijn. Dus in die zin een hele interessante periode, gewoon vanuit oorlogsvoering gedacht. Dus daar ben ik sowieso, kijk ik daar uitgebreid naar. Maar nu was het 150 jaar geleden dat die slag bij Antietam was. Bij deze foto kwam opeens in de feed mee, dus op de krant kwam die binnen. Van een meneer Gardner, die heeft heel veel gefotografeerd tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Ja, en wat ik dan doe, dus heb je weer het uitvergroot, hè. Dus dan kijk je eerst naar het huisje, denk ik, oh, hier staan paarden. Lijken, daar kijk ik nog even niet naar, kijk ik naar het gras. Oh, dit is al een tijd aan het groeien geweest. Dus, nee, die twee schoenen. Oh, even kijken, heeft hij daar schoenen nog aan? Ja, verdorie, wat raar. Nee, dit zou ook een sok kunnen zijn, maar hier zie je toch weer duidelijk een hak. Dit is ook weer een hak, dit zou een sok kunnen zijn, maar het zijn twee schoenen. Dus nou, schoenen, schoenen, schoenen. En dan zie je opeens, dus dan denk je, nou, dit is gewoon door de fotografen neergezet, hè? Dit geval, dit ding. Die twee. En dan zie je opeens deze prop hier uit die broekzak. En dat lijkt erg op een binnenste buiten gekeerde binnenzak. Dus dan denk ik al gelijk aan lijkenpikkers. Wat in die tijd ook gewoon gebeurde. Hier zie je nog zo'n prop. Hij zo door. En toen zag ik zo kijkend naar proppen. Een andere binnenste buiten gekeerde broekzak. Dit hoofd. Ik kan hem nog iets groter maken. En je ziet ook dat dit het lichaam al heel erg gezwollen is, dus deze lijken liggen hier geen twee dagen. Die liggen hier echt al bijna een week. Toen kwam ik deze foto tegen, door diezelfde fotograaf genomen. En je ziet dat het eigenlijk dezelfde jongen is. En ik kwam ook nog deze foto tegen, dus ook weer dezelfde jongen, door dezelfde fotograaf genomen. Dus blijkbaar hebben ze met de lijken lopen shorten. Vervolgens vroeg ik me af, kijk, die jongen heeft zijn arm zo, als in een slaaphouding om zijn dinges heen. Hier heeft hij zijn arm de andere kant op. En hier ligt hij weer heel anders. De lijkstijfheid duurt maar 48 uur. Dus als iemand allemaal zo gezwollen is, dan kun je hem gewoon een ledemaat leggen zoals je dat wil. Het feit dat hier een rijtje ligt is op zich al een hele vage. Ik bedoel, ja, ze liggen ook zo in een rijtje. Dus het is ook of voor de foto of om op te halen. Want het zijn allemaal Confederates, dus het zijn de zuidelijke eigenlijk. En deze slag is gedeeltelijk gewonnen door de noordelijke. Dus dit is nu noordelijk gebied. Nou, en dan ga je kijken naar, zijn jullie er nog bij? Dat hier een paard ligt. Dit is een soort voorkar van een, hier zit munitie in van een kanon. Dus hier trek je dan, hier loopt het paard en hier dan hang je dan zo'n afhuid aan waar een kanon op zit. Even kijken, en hier ligt, wat hier ligt zou ook een paard kunnen zijn. En toen ontdekte ik, even kijken, nog even terug. Hier ook een soort vorm van twee paardenbenen. Ik dacht, oh, dat is misschien het andere paard. Maar dan zie je ook dat zwarte van het lichaam doorlopen in de randen. En dat moet je even weten. In die tijd had je niet rolletjes of een digitale camera. Maar fotografen hadden gewoon potjes bij zich. Daar goten ze hun eigen emulsie ter plekke. En die was heel erg lichtgevoelig en ook temperatuurgevoelig. Dus die raakte snel zijn lichtgevoeligheid kwijt. Dus je moet ter plekke je emulsie in elkaar breien. Dan moet je het op een glasplaat gieten. Allemaal in het donker natuurlijk. Die zet je in je camera. Je maakt de belichting. Haal je gelijk die glasplaat weer uit. Ook gelijk weer ontwikkelen. Want anders raakt het ook zijn gevoeligheid kwijt. Dus ze hadden karren bij zich. Of ze hadden tenten bij zich. En
En dan, omdat je het zelf moet gieten, heb je dan ook vaak aan de randen van, die, weet je, van dit soort effecten. Gewoon slordige dingetjes. Ja, want het is, ik heb het wel eens gezien, het is een heel dunne vloeistof, dus je moet echt handig in zijn. Het is, nou, hier blijkt het misgegaan. Dus dit zou ook nog een keer een vlek van het gieten kunnen zijn. En toen keek ik naar de rand, ook weer naar dat huis. En toen dacht ik, oh, hier is, er is veel met artillerie geschoten. En ja, dit zouden dus inderdaad kogelgaten kunnen zijn, maar kunnen ook foutjes kunnen zijn geweest in het gieten. Ja, ik vraag me altijd van alles af. Ik denk, hey, als er zoveel geschoten is met artillerie, waarom zijn die hekken werk allemaal nog heel? En ja, je moet er heel veel ook omheen lezen. Dus ik weet nu heel veel van de Amerikaanse burgeroorlog. Hier heb je afgelopen vrijdag over geschreven in de Volkskrant. Hoe lang ben je met zo'n foto in de weer dan ongeveer? Nou, dat is wel een dag. Een dag. Ja, dus het is heel veel research is het. En het is, ik moet er heel veel van af en erop, eraf en erop om aan het, al die dingen te bedenken die er niet zijn of wel zijn. Dus dat doe ik ook vaak door op bed te gaan liggen en eventjes 5 minuten rechtop te zitten en weg te zakken en weer wakker te worden. Dat helpt erg. Of onder de douche of een wandeling. Of maar eventjes, en dan denk ik gewoon aan die foto en dan komen er allebei weer nieuwe vragen. En vervolgens moet je dat allemaal weer checken. Je zit ook voor heel veel op het internet. Zonder het internet zou het überhaupt niet kunnen. En dan, wat ook heel veel tijd kost, is ik, mijn ideaal is dat je niet denkt van zou die gestudeerd hebben. Geen noten. Nou, maar het moet een soort taalgebruik zijn of met z'n tweeën gewoon ja. aan cafétafel zitten. Ja. Of hier. Dus zeg maar, hoe ik het verhaal vertel, dat moet ook met de ontdekking mee. En niet dat ik achteraf ga zitten oreren van hoe het zit. Dus dan, dat kost ook veel tijd aan herschrijven en zoeken naar formuleringen en. Heb je daar een dag voor? Begint dat gewoon 's morgens om 8 uur en dan neem je daar die dag voor? Of? Ja, meestal wel, ja. Okay. En het uitzoeken van de foto kost 2 dagen. Dus ik ben zo 3 dagen... Maar dit veronderstelt dat je al een foto hebt. Ja, en dit, maar voordat ik hem heb. En het is ook vaak zo dat ik meerdere kandidaten heb. En dat sommige gewoon begin je aan en na een paar uur ontdek je dat je toch vastloopt. Dat er gewoon niet genoeg in de ontdekken is. En ja... Dus zo raak je je tijd kwijt. Maar dat wordt dus allemaal betaald door de Volkskrant. Ja. Nou, dat is even de mooiste pagina's in de Volkskrant. Ik vind dat ze ook voorbeeldig de ruimte geven. Ja, dat was zeker. Begin hadden ze er wat, dachten ze van nou... Het is wel erg veel plek, maar nu zijn ze er wel aan gewend. Ja, ja. Dit is ook wat je in theater doet? Nee, wat ik in theater doe is een voorstelling over hoe verwachtingen je zicht beperken. En hoe je die verwachtingen, nou die laat ze voelen en laat ze zien. En vervolgens hoe je die verwachtingen kunt uitschakelen en wat er dan gebeurt. Kun je een tipje van de sluier oplichten? Hoe doe je dat? Is het een verhaal van jou en kunnen mensen vragen stellen of stel jij vragen aan de zaal? Ja, er zit echt een theatrale, er zit ook een soort trucs in. Om die verwachtingen, want ik praat alsof ik gewoon bij je thuis weer aan de keukentafel zit. Hè, zo praat ik dan eenmaal. Dus het is een beetje raar in het theater. Dus dan krijg je, denk je van, nou, dit is gewoon een lezing. En er opeens gebeurt er iets wat je niet verwacht. Dus daar speel ik dan ook mee. En er zit een quiz in. Dus ik hou niet zo van dat gevoel dat hier de acteur staat en daar het publiek is. Dus dat is, die wand is er niet, die vierde wand. Dat heet zo officieel in het theater. Ja. Die is er niet. Dus het is, meestal zeggen mensen in de afloop van, is het al voorbij en dan heeft het 1,5 uur geduurd. Ja. Terwijl ik altijd in het theater zit, nou, ik denk na 1 kwartier, 20 minuten van, nou, ik heb dat ene citaat dat ik wilde, ik kan nu wel weg. Dan komt er weer een uit de kast. Zullen jouw colleges als gastschrijver ook een beetje dat karakter hebben? Ja, ik denk het wel. Maar er zitten geen illusionistische trucs in. Nee. Maar wij vinden het in Groningen wel een fijne gedachte dat wij bijna gratis naar een voorstelling kunnen waar ben in Amsterdam €35 voor... €19. €19, oh, ja. Neem me niet kwalijk. Goed, wij moeten het nog even hebben over geheugen en fotografie. En ik denk dat we dan wel toe zijn misschien aan... Ofwel dat poppetje wat jij... Ja.
Op een gegeven moment, je moeder is overleden. De inboedel moet worden opgeruimd. In het laatste van haar leven heeft ze nog geregeld van die poppetjes gemaakt en beschilderd. Neem een aantal van mee. Besluit er eentje te houden. Fotografeert ze. En bedenkt dan, nou ja, dan kan ik de poppetjes ook net goed weggooien. Dat is ook een hele hachelijke gedachte. Hachelijk? Ja, omdat je dan weliswaar die foto hebt. Maar je kent ook het gevaar van foto's dat ze als het ware voor de herinnering schuiven. En ben jij niet bang dat jij met alleen nog die foto's van, ja, zo'n poppetje is natuurlijk een metafoor voor misschien ook wel andere dingen die met jouw moeder hebben te maken. Nou, inderdaad, dat die foto als het ware in de plek, in de plaats van die herinnering komt. Ik wou ze weggooien. Ik ging naar een kleiner huis verhuis. Ik wou ze weggooien. Ik dacht, ik kan niet doen. Mijn moeder, de poppetjes, weet je wel. En toen dacht ik, oh, mijn fotografie. En foto's nemen veel minder plek in dan de objecten die erop staan. Dat weten we uit ervaring. Dus ik dacht, dat scheelt. En toen ik dus eenmaal die foto's genomen had, toen kon ik ze weggooien. En toen dacht ik, weet je wat, even om te testen van of ik er spijt van ga krijgen, bewaar ik er één. En na een jaar heb ik vond die foto's wel interessanter. Foto van een object vind ik interessanter dan, kan een afwijking zijn van mij, maar vind ik interessanter dan het object zelf. Aha. Dus je krijgt er namelijk een context bij. Dat is waar ik ze gefotografeerd heb. Dus eigenlijk zitten ze in hun eigen tijd. En als het, ik vind zo'n ding, waar moet je het in een vitrine zetten? Of op je boekenplank? Of in een doos die je nooit meer openmaakt? Weet je wel? En die keer dat je huis gaat uitruimen, kom je ze opeens op zolder tegen. En nu kan ik af en toe met jou er nog eens over hebben. Ja. Heb jij wel eens een foto niet gemaakt omdat je niet het gevaar wilde lopen op die manier de herinnering eraan aan te tasten? Nee. Nee, oh nee. Ik vind juist fotografie is een ideaal medium voor om dingen te onthouden die je niet vergeten wilt. Maar het tegendeel, dat je van een vakantie alleen de foto's je herinnert na een tijdje. Dus zonder die foto's de herinneringen zou hebben. Ja, ik ben ook niet zo van vakantie. Misschien heeft dat ermee te maken. Ik gebruik het ook als het verkeerde voorbeeld. kun je zelf een voorbeeld verzinnen? Nee, want fotografie is. Maar dat ene moment interesseert mij ook niet zo. Hoe ziet iets eruit? Dus hoe ziet de kinderkamer eruit waar ik altijd in sliep? Dus als ik die foto heb, gaat die zich nooit verdringen voor die herinnering. Want het is gewoon hoe dit ding eruit zag. Dus ik begrijp eigenlijk niet hoe je. Ja, of je. Oké, je hebt het moment dat je vader je moeder zoent. Mm-hmm. Dat gebeurde eens in het jaar op 12 uur, op oudjaarsnacht. Nou, dan heb je die foto en dan zou je dan gaan denken van die zoenen elkaar altijd. Nee, want je weet gewoon dat het op 12 uur 's nachts. Ja. Of is dat het verkeerde voorbeeld? Nee. Maar in het begin hadden we die foto van jouw ouders. Je moeder brengt die pan binnen. En ik denk dat vanaf het moment dat er zo'n foto is, dat jouw herinneringen aan dat soort van maaltijden gewoon voor een groot deel gestuurd worden door die foto in plaats van door de herinnering. Ja, Brabantia, de pan op tafel. Het brengt ook veel terug. Het roept veel meer op. Als je maar niet. Ja, in die zin is het ook niet het moment. Ik moet eraan denken dat ik met Harry die foto gemaakt heb, welke tijd het was. En dat ze daar boven op die trap stonden te balanceren. Moest een goede afstand nemen. En André, die bijna nooit meer zie. Andere dingen die. Ja. Dus het is. Ik heb niet het idee dat foto's voor erin gaan staan eigenlijk. Hm. Ik had van de week. Daar hadden we het net over. Of dat was ook zo leuk. Van de week. Erwin Olaf, die bedrijft een soort fotografie die helemaal niet in mijn richting zit. Maar. Wij kunnen het heel goed met elkaar vinden. En ik heb hem geïnterviewd over zijn 5-10 favoriete foto's van hem. Het zijn natuurlijk allemaal geanceneerde foto's. Dus. Nou, het is een heel interessant gesprek geworden. En toen had hij het over een foto van Monlinier. Dus een man die overdag als accountant werkte en 's avonds zich helemaal omkleedde en zich als dame met voiles en allerlei dingen en een dildo in zijn achterwerk duwde. En weet je wel, nou.
En toen zei Erwin, die zei, ja, dit is eigenlijk zo grappig als je dat soort dingen doet. Hè? Ja, en dan heb je je helemaal omgekleed en het is vrij ingewikkeld om dat allemaal erin te krijgen. En al die hele opstelling te... En dan hup je nog wat rond en dan wat? En daarom, zegt hij, zijn veel fetischisten die zichzelf fotograferen. Want dan heb je tenminste nog een foto. En toen kwamen we erop dat een huwelijksfotografie eigenlijk ook zo is. Ja. Er zijn ook mensen. En weet je wel, je hebt die hele toestand van het huwelijk. En iedereen die wordt uitgenodigd en zo. En die trekt die rare jurk aan, kun je toch wel zeggen, die je anders nooit meer aantrekt. Dus dat lijkt ook wel een beetje op wat die fetischisten doen. En dan moet die fotograaf erbij om te zorgen dat het vastgelegd wordt. En dat is eigenlijk fotografie. Zo wordt het gebruikt. Dat je, ja. Dat je denkt, nou oké, dan hebben we dat tenminste nog. Anders is het allemaal gaat het allemaal in rook op. En die zo'n trouwjepom komen we nog tegen, hè, zo direct. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Als we even overschakelen naar het werk van Edo Hartman. Want dat is eigenlijk wel een beetje een illustratie van... waar ik naartoe wil. Het verhaal hierachter is dat Edo Hartman, een Amsterdamse fotograaf, hij is nu bijna 40, die heeft tot zijn 13e thuis gewoond, vader, moeder en oudere broer. En die vader die was geestesziek, gestoord, mishandelde het gezin. En op een nacht in 1987 werd de toestand zo gevaarlijk dat de moeder en de beide zoons uit het huis vertrokken. Het is een heel groot huis, een grachtenpand. Doet die iPad hier eigenlijk? Dat is wel meneer was gewoon meneer is gefotografeerd. Kijken. Ik kreeg dat een iPad. Sorry. Zal ik er nog meer beelden laten zien? Nee, nog even wachten. Oh. Want Edo Hartman die neemt zijn eigen leven. Heeft zijn vader nooit weer teruggezien. Anderen van het gezin ook niet. En 21 jaar later krijgt hij een telefoontje van degene die dat huis gekocht heeft. Die vader die is er inmiddels uitgezet wegens schulden. En hij krijgt de mogelijkheid om nog één keer op een dag door het huis te lopen en het huis van zijn jeugd te fotograferen. En het is onbeschrijfelijk wat hij dan aantreft. Want die vader heeft vanaf het moment dat zij het huis uit waren gegaan eigenlijk nooit meer iets opgeruimd. Dus alles wat er binnenkwam aan dwangbevelen, correspondentie, mappen, folders, et cetera, dat is eigenlijk als een soort laag over die in die kamers komen te liggen. En het wonderbaarlijke is dat Edo Hartman vertelde dat als hij zo'n laag afgroef, dat onderin hij nog jeugdtekeningen van hemzelf tegenkwam die half af waren. Half afgebouwde meccano-bouwwerken. Met andere woorden, die onderste laag die was eigenlijk volkomen ongerept gebleven onder die almaar zich opstapelende paparazzen die die vader eraan had toegevoegd. En dat doet eigenlijk iedere psycholoog en iedere psychiater denken aan de metafoor van Freud. Namelijk dat trauma's onder deklagen terechtkomen. En juist omdat er deklagen boven liggen, blijven ze ook ongerept. Kunnen ze ook niet verdwijnen, kan de erosie er geen vat op hebben. En Freud die vergeleek dat met archeologie. En Edo Hartman die heeft hier eigenlijk een soort van archeologie bedreven. In die zin dat hij bijna als een politiefotograaf al die kamers door is gegaan en nog eens gefotografeerd heeft wat erop te zien was. En ja, we kunnen misschien een paar zien. Dit was de kamer van de vader. Je ziet hier als daar die deur links open gedaan wordt, dan is het alsof er een hele golf van paparazzen naar voren komt. Heeft hij dan deze kamer al opgeruimd, denk je? Nee, dat denk ik niet. Maar het kan zijn dat de nieuwe eigenaar al op bezig was geweest, weggegooid. Ja. Maar deze is gewoon ook. Een foto waar ooit een bed heeft gestaan waar zijn vader in sliep. En die plek op de muur is omdat die vader altijd heel dicht tegen de muur sliep. En dat is zeg maar de wasem in de bang van waar die vader lag te slapen. Dat is het vet van zijn haar, hè? Tot, van je achterhoofd.
Ja, of ze ja, tenminste, daarom stop ik altijd een kus in mijn rug als ik weer ga nadenken over foto's. Ik wil niet dat zo'n vlek op de muur komt. Het is echt... Het is echt te goor voor me. Ja. Hij heeft veel fotoboeken, die vader. Dit is volgens mij een foto. Hij was een kunsthandelaar, dus... Oh, ja. Van die Tsjechische fotograaf, die ben zijn naam ook kwijt. Zou je toch rotschrikken als je een eigen boek ertussen ligt, hè? Dat vind ik ook zo'n schokkende foto. Ja, wat is dit volgens jou? Nou, ik heb er even naar gekeken en ik denk dat hij een soort stok heeft, een soort wandelstok. Waarmee die, met een scherpe punt waarmee hij steeds die deur open duwt. Dus dan glijdt hij hier weg en dan krijg je van dat soort krassen. Ik zou anders niet weten hoe je die beschadigingen zou moeten krijgen. Hier is het van deze kant. De deur gaat aan deze kant open. Oh, wacht even. Ja, is het, is het niet zo'n hotel of zo'n restaurantscharnier? Ja, de hond. Dus ik meende dat zo'n hond hadden die dan werd opgesloten en dan niet naar buiten kon. Oh ja. Tjee. Ik heb me laten vertellen dat het sleutelgat van Ilko Gelling, de gitarist van Cube in the Blizzards, er ook ongeveer zo uitzag. Vanwege die hond? Dit is dan geen vetvlek van zijn achter. Maar hier heb jij iets ontdekt wat... Ja, dit is een schietschijf. Dat staat erbij in het bijschrift. Dus hier prikten ze dan een schietschijfje neer en dan gingen ze met een windbux erop schieten en af en toe gingen de kogels door het karton heen. Ja. Maar toch wel raar dat die... Ja, er zit ook inkt op die dingen. Dit is een trouwjurk. Zie je? Wat krijg je ervan? Er staan in dat boek van hem, Hier woont mijn huis, staan ook een paar foto's die nog uit de jaren 70 en 80 komen en waarin je ziet hoe die kamer er gewoon netjes uitziet. En je ziet ook dat echt helemaal niks... Er is geen stoel verplaatst, geen tafel staat er anders. Er is gewoon alleen maar heel veel rommel bovenop gekomen. Het is heel scherp gefotografeerd, hè? Met een groot film. Ja. Je zou eigenlijk hele grote beelden ervan willen. Dat je echt kunt lezen of kan kijken welke boeken er nou liggen. Staat er op zulke foto's maar ook wat jou betreft te veel om... Ik heb wat mij doet twijfelen is dat het te veel ingrepen zijn geweest. Mm-hmm. Of door de fotograaf of door de man die het gekocht heeft. Of ik weet niet wat ik aantref. Dat vind ik ook het probleem met geanceneerde fotografie. Het is gewoon de wil zit er al in van iemand die die foto nam. Ja. En die verpest eigenlijk het beeld. Maar die vetvlek is natuurlijk wel... authentiek. Dus ik vraag me dan even, als het hele huis een puinzooi is, waarom is dan hier alles zo strak? Ja, ja. Ja, dat is op zich ook een Sherlock Holmes-achtige analyse, dat zoiets niet kan kloppen in feite. Ja. Dames en heren, er is gelegenheid voor uw vragen. En daar hebben we nog een goede 20 minuten voor. Is dat zo snel? Zo laat al. Chris. Wie mag ik het woord geven? Wie trapt eraf? Meneer. Ziet u ook verschil in de microfoon? Ziet u verschil in de foto's uit het digitale tijdperk ten opzichte van het analoge tijdperk? Zijn die foto's anders? Kijkt u er anders naar? Ja, nu is alles digitaal. Wat ik binnenkrijg, behalve bijvoorbeeld die van die Amerikaanse burgeroorlog. Maar alles is digitaal. De kwaliteit is er met sprongen op vooruit gegaan. Echt gigantisch op vooruit gegaan. De hoeveelheid die je binnenkrijgt is er ook gigantisch op vooruit gegaan. Ik kom er nu iets van... Vorig jaar had je nog wel eens dat er
vier dagen waren dat er meer dan 10.000 foto's binnenkwamen per dag op de krant. En nu zitten we al de hele tijd rond de 13.000, 14.000, 16, 20 Olympische Spelen. 11.000, wel eens een zondagje met 8.000. Dus dit is allemaal zo makkelijk te distribueren. Technisch gezien vind ik dat een digitale afdruk altijd nog iets niet goed met de rode en de blauwe uit de voeten kan. Maar het gaat mij om het plaatje, om de informatie die erop staat. Ja, dat bedoel ik ook. Mijn suggestie is, zou het in het analoge tijdperk, waar je echt, je had 36 foto's kon je op een rolletje schieten, dan dacht je toch af en toe even na, tenminste in mijn tijd dat ik nog analoog fotografeerde, ik moet een beetje zuinig zijn, want ik heb nog zoveel op het rolletje. Dus je had toch wel degelijk, maakte je een keus van wat zet ik wel en wat zet ik niet op de foto. Ja. En tegenwoordig heb je een geheugenkaart van 16 gig en je knalt maar door. Ziet u dat terug in de foto's die u bekijkt? Nee, ik weet wel dat hoe mensen. Hetzelfde, als je te veel bewaart, vind je niks meer. Hè? Dus het is een heel raar soort tegenstelling. Dus daar moet je veel weggooien om in ieder geval nog iets te vinden. Anders heb je eigenlijk helemaal niks meer als je alles bewaart. En vooral mensen die niet professioneel met fotografie omgaan, hebben een neiging om dat allemaal te bewaren. Dus dan lopen die harde schijven vol en die crash je dan een beetje sowieso kwijt. Maar ook als ze niet crashen, kunnen ze dingen vaak niet vinden. Maar ik weet van professionele fotografen, die selecteren echt en die gooien veel weg. En is het ook nog het persbureau dat heel veel weggooit. Dus het dikt zich al heel snel in. Als je nu foto's van de jaren 90 of 2000 bij het persbureau opvraagt, dan hebben ze maar een fractie van wat er in het aanbod heeft gezeten. Dus het dunt zich zo vanzelf helemaal uit. Dus, nee, ik ben alleen maar blij met het groeiende aanbod. Dus voor mij wordt het dus steeds meer werk om het allemaal te zien. Maar ik word er ook steeds gewiekster in, dus het wordt wel gelijke tred. Maar zijn punt is, vroeger maakte je die selectie vooraf. Ja. Bij het fotograferen. En nu heb je die overvloed waarbij eigenlijk de ontvanger telkens moet selecteren. Ja, ja, en ook de fotograaf zelf. En ik was heel grappig, want ik heb een tijd 4x5 inch gefotografeerd. Hè. Dat is, dat zijn zulke negatieven. En bijvoorbeeld, dat heb ik een jaar lang door Nederland in die bus gereden. Ik geloof dat ik iets van 500 opnames heb gemaakt in een jaar tijd. En als ik met een... Dan moet je iets meer uitleggen. Hè? Dat is het boek Hollandse Taferelen geworden. Ja. Wat deed je toen? Nou, ik woonde in een kampeerauto. En daar leefde ik ook in. En dan trok ik door Nederland. En dan als ik dan wat zag. En het werd steeds minder gericht. Het liet het steeds meer op me afkomen. In plaats van dat ik echt naar onderwerpen zocht. En dan maakte ik 1 of 2 opnames. Van iets waar ik van dacht, oh interessant. En op een bepaald moment doe je nog maar 1. Maar als je kleinbeeld hebt in je handen hebt, dan ga je eromheen lopen. En dan ga je zitten schetsen. En met 4x5 word je een statief en een doek over je hoofd. En voordat je klaar bent, ben je toch een half uur verder. Voordat je op de knop kunt drukken. En dan maak je er 1. En zo ontdekte ik dat er een relatie is tussen het oppervlakte van hoeveel het film die je gebruikt. En die is eigenlijk constant. Dus als je kleinere foto's hebt, dan ga je dus ook meer fotograferen. Maar in totaal voor hetzelfde onderwerp heb je dezelfde oppervlakte als die 4x5 inch opname. En in het boek staan 40 foto's? Ja. En ze zijn nog te koop voor 700, 800 euro. De boek, ja. Maar die foto's die kun je gewoon gratis downloaden. En ja. Dan kun je echt zo... Dat is goed. Ook dat stellen wij in Groningen op prijs. Andere vraag. Een beetje aansluitend op de vorige vraag, want je gaf aan dat de kwaliteit van de fotografie beter was geworden sinds er digitaal gefotografeerd wordt. Maar bedoel je dan dat het meer Cartier-Bresson is geworden of meer Caspar Friedrich David? Nee, dat is ook geen kwaliteit. Nee, het staat gewoon beter op. Het is scherper. Het is beter zichtbaar. Dus je kunt met digitale fotografie heel makkelijk de schaduw nog een beetje oplichten achteraf. Dus je kunt, ja, er valt gewoon veel meer te zien. En je hebt een veel groter scherptegebied. Omdat die, de scherptediepte veel groter is bij. Omdat de lens, focusafstanden van de lenzen, die zijn veel korter. Ja, dat is weer een heel verhaal. Maar je weet, met tele-lens heb je al heel snel dat het een klein stukje scherp is en de rest is onscherp.
En de lenzen die op digitale camera zitten zijn hele korte lenzen. Ook omdat het chipje waar het beeld op moet is ook heel klein. Dus nou, daardoor is ook weer een nadeel van digitale fotografie dat alles scherp is. Nu zie je er ook allemaal weer trucjes in Photoshop dat je weer onscherpte kunt aanbrengen in die foto's om het weer te laten lijken op Cartier-Bresson. Ja. Ik heb ook wel eens bedacht, en dat moet volgens mij ook mogelijk zijn. Die manipulaties, die maken het toch weer een beetje schilderen. Zeker, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, mensen denken dat Cartier-Bresson heel bijzonder is, maar je kunt gewoon een chipje maken met een soort beeldherkenningssysteem. Je laat gewoon al die foto's die hij maakt, van, weet je wel, met al die vormpjes en zo, die laat je in. En dan bepaal je gewoon wat de orde is die hij steeds aanbrengt. Dit laat je in een chip en doe je met je camera zo. En dan, oef, doet hij opeens van, dan ziet hij een Cartier-Bresson. Dus technisch is dat heel makkelijk te regelen. Met alle fotografen die mensen nu mooi vinden, kun je dat gewoon doen. Dus bijvoorbeeld, wat iedereen mooi vindt, is die foto van Steve McCullen met het meisje met het blauwe ogen, een rode doek en een blauw-groene achtergrond. En een groen-blauwe achtergrond. En ook nog eens een keer groen-blauwe, door de gaten van de rode doek zitten weer groen-blauwe gaten, shirtje. Nou, groen-blauw, rood. Dat complementaire kun je ook inladen in je chip. Dus overal denk je, dan neemt hij weer een Steve McCurry. Ja. Het is natuurlijk niks te nadenken van Cartier-Bresson, dat je nu hem na kunt doen. Want hij was de eerste. Ja, nou was hij ook niet helemaal. Maar ja, nee, het is ook niks te nadelen, maar het gaat veel over vorm. Mm-hmm. Dat is het. Ik vind als je iets terug kunt brengen naar vorm, dan is er iets mis. Ik denk, nou, dat is een diepe. Ja, dat is zeker. Dat denkt Watson nog even verder. Tenminste, ja, voor mij is dat. Ja. Ja. Ik heb een vraag. Ik heb eens een keer een hele tijd geleden van jou gehoord dat je zei van, ik kan het verschil zien of een foto gemaakt is door een vrouw of een man. Wat? En en ik vroeg me dus af, nou, hoe zie je dat dan? Als het zo is, dan trek ik het nu onmiddellijk terug. Oké. Nee, okay. Ik heb het een keer gelezen ergens. Had ik het zelf opgeschreven? Dat ik helemaal niet. Nee, maar goed, het is een leuke theorie. Nee, okay. Maar goed, ik dacht, het houdt me wel een hele tijd bezig. Ja. Omdat ik zelf veel fotografeer. En toen dacht ik van, als ik nu ga staan als een man, is dat dan anders? En ik fotografeer ook bijvoorbeeld met de technische camera. Dus ook een 4x6 negatief dat ik dan heb. Die zijn ook zwaarder. Moet ik dan anders? Sta ik dan anders als een man? Of kan ik het gewicht niet dragen? Dus ik vroeg mezelf af van, als dat zo is, hoe zie je dat dan? Ja, we gaan nu de hypothetische kant op, Bert. Want ik kan me niet voorstellen dat ik het ooit gezegd heb, maar bijvoorbeeld, je kunt in de onderwerpkeuze, dan kun je denk ik wel een zekere het onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. Dus vrouwen zullen niet zo gauw geweld fotograferen. Maar ik ken Susan Meiselas bijvoorbeeld. Nou, die heeft foto's gemaakt. Dan wist hij van de Amerikaanse burgeroorlog nog. Miller en die heet die andere grote ook weer, de Tweede Wereldoorlog. Goed, dat gaat helemaal niet op. Nee, volgens mij slaat het helemaal nergens op. Nee, je kunt rustig fotograferen en als iemand zegt van dat is een foto van een man, dan klets je uit zijn nek. Ja. Maar weet u nog wat de oorspronkelijke motivatie was in dat stuk? Toen heb jij samengewerkt met die grafisch vormgever die in Amsterdam, Erik, hoe heet hij nou? Kessels? Ja, Kessels. Ja? En in combinatie met hem heb je dat toen geuit. Geuit? En was het film? Nee, het was geen film. Het was denk ik in dezelfde periode dat jullie samen dat kunstwerk hebben gemaakt met die pijl op die, op die rotonde. In die periode. Gaat hij helemaal de verkeerde kant op. Ja. Hoewel ik dat wel een van de betere openbare werken vind die geplaatst zijn in de ruimte. Onzichtbaar, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Wie herinnert zich nog andere uitspraken van
Hallo. Ik heb het boek gelezen van je, van de fotodetective. En daarin doe je een uitspraak waarin je dan vertelt dat je al je camera's en zo verkocht hebt. Ja, en nou, mijn vraag is, heb je niet toch nu weer een nieuwe gekocht? Ja, ik heb een iPhone. Er zit eentje in. Oké, maar is dat de enige camera die je gebruikt? De enige, ik heb wel nog een soort, zo'n kleintje, weet je wel, zo'n Panasonic Lumix, ja? LX3. Hij komt, ja? Maar die gebruik ik eigenlijk nooit. Maar heb je ook geen Leica of zo? Nee, ik heb er wel een Leica liggen, maar die gebruik ik ook nooit. Oh, maar je hebt hem nog wel liggen. Ja. Ja, dit is allemaal niets waard. Maar het, nee. Nee, maar ik kon me gewoon zo moeilijk voorstellen. Maar goed, je gaat je hebt hem niet meer liggen, op, dat scheelt. Ja, ik ga je nu op een filmpje in de camera stoppen en daar een opnames mee nemen. Dat kan ik me helemaal niets meer voorstellen. Doe jij dat? Ik dat kan. Ja, ik kan het wel, maar ik ken heel goed het gevoel van dat je denkt, die camera die moet weg. Maar vervolgens heb ik dan wel meteen een plan om een nieuwe te kopen. Ja. Maar die iPhone, maar daar merk je gewoon heel erg, zeg maar, waar ik ook zo tegen opbots, dat je een foto pas ziet als je denkt dat ziet er goed uit als een foto. Hè? Dat is eigenlijk, het is een valkuil voor iedereen en voor mij ook nog steeds. Door die iPhone fotografeer je veel makkelijker als je denkt, oh, pats, even een fotootje. Het gaat zo tussen neuslippen door. Je hoeft die camera niet te pakken, weet je wel. Hij is gewoon, je hebt hem al in je hand. Ja. Dus het is, in die zin vind ik digitale fotografie ook zo'n bevrijding. Ja. Omdat het, de onderwerpgevoeligheid zo geëxplodeerd is. Ja. Ja, nee, ben ik mee eens. In combinatie met het internet helemaal een feest natuurlijk. Hoewel, ja, toch de helft is toch wel seks dan, maar ja. De onderwerpkeuze is toch ook alweer een beetje beperkt. Nou, nee hoor. Ja, je zou nooit met een Leica meer gaan fotograferen. Maar ik ken een paar prachtige foto's die gemaakt zijn met een daguerreotypie-camera van een auto. Nieuw. Juist. En het effect wat je dan krijgt is onwaarschijnlijk. Want je ziet onmiddellijk dat het een daguerreotype is, maar er staat een auto op. En dat is zo ontregelend. Ja. Haarscherp is het, hè? Ja. Het spul. Ja. Ja, ik had ook een vraagje. Ik vond in het begin die opmerking van Douwe Dreisma heel interessant. Dat hij zei van, bent u niet bang dat dat concept van dat je steeds een script herkent in wat voor foto u maakt. Dus u heeft steeds zoiets van, hey, ik maak een foto en ik herken daar een bepaald patroon in of een bepaalde schoonheidsscript, zeg maar. En dat u daar een beetje een afkeer van hebt gekregen. En ik vroeg me af, in hoeverre is dat verbonden aan beelden maken? Want in teksten heb je natuurlijk ook allerlei scripts en schema's. En u schrijft nu een rubriek. En die rubriek is ook eigenlijk, nou, het is steeds een foto. En een foto waar u onderzoek naar doet. En dat wordt ook een bepaalde methode. Hoe komt het dat u, zeg maar, in een beeld daar een afkeer van hebt gekregen en dat niet in andere dingen zit? Ja, een mooie vraag. Ja. Ja. Ja, ik heb er wel eens over nagedacht, want die hersenen heb je nou eenmaal. En dus mensen zeggen wel eens dat fotografie heeft een heel duidelijke vorm. En het geschreven woord heeft dat niet. En dus je kunt... Het heeft ook niet dat ene moment. Je neemt, het verhaal is gewoon, dat ontwikkelt zich. Dus dan kun je van zijstapjes doen. Je kunt allerlei kanten op. Je kunt opeens een route nemen die helemaal niet, weet je wel, die ontstaat. In die zin is het net zoals als film. En fotografie is dat ene ding met die duidelijke vorm. Het is zo moeilijk om in een verhaal. Ja, als ik in een verhaalvorm zie, heel veel Nederlandse literatuur kan ik niet tegen, omdat ik het te veel vorm vind. Dus het hangt ook vanaf hoe je schrijft. Want ja, weet je wel, heel veel literatuur die wil al in de eerste twee zinnen duidelijk maken, ik ben literatuur. Dus dan gaan. Wat is een heel erg voorbeeld? Nou, dan gaan er bij volke naamwoorden altijd. Je kunt, als je bij volke naamwoorden telt, dan weet je al of het literatuur is of niet. En hoe meer bij volke naamwoorden, hoe meer literatuur. Heeft u zo
Oh, u heeft dus ook in bepaalde teksten dat u zoiets heeft van... Hey, hier herken ik te veel vorm. Dit is niet wat ik goed vind. Ja. Of goede... Dit gaat niet inhoudelijk genoeg. Nou, voor mij is de oplossing dat het op spreektaal moet lijken. Dus, okay. En daar stop ik ook heel veel energie in. Om de formuleringen te nemen die niet... Het moet ook niet te popie worden. Mm-hmm. Dat is altijd een beetje een balans. Maar het moet vooral niet, naar wat ik zei, lijken alsof je gestudeerd hebt. Dus zoals het je vertelt aan mensen die... je ouders eigenlijk. Het is een soort van mij, ik heb wel een soort fantasie over het publiek. En bijvoorbeeld als ik vastloop, dan is het vaak omdat er iets mis is met je fantasie over je publiek. Als je vastloopt met schrijven. En wat ik dan doe is dat bijvoorbeeld, stel ik me voor, ik heb een vriend die werkt nu in Afrika. Dat is nu al lang terug, maar goed, toen deed ik het nog. En dan alsof ik hem schreef wat hier gebeurde. En hij weet een heleboel dingen niet omdat hij al een tijd in Afrika zit. Dus je kunt veel uitleggen, maar ook weer niet alles. En dan kom je op een soort toon en dan kon ik weer doorschieten naar waar ik wilde wezen. Dat ik weer uit die stramme formuleringen kwam. Dus ja, het is gewoon... Dus, en dat heeft fotografie is altijd... Behalve dat soort fotografie dat ik nu, waar ik nu veel mee doe, dat is gewoon onderwerp in het midden. En dat heeft dan al geen vorm. Dat gaat het gewoon om het onderwerp. Zo gauw je, ja. Maar is de vorm ontsnappen in dagelijks taalgebruik ook weer niet een vorm? Ik voel het niet zo. Okay. Nee. Ja. Dus ik stap er ook steeds uit. Dus dan stop ik ook wel in zien dat je dus zo gauw je een langere zin hebt... Dat er dan weer iets met 2-3 woorden komt. En het is niet omdat ik denk, oh, er moet nu weer iets met 2-3 woorden komen. Maar zo praat ik ook. Dus dan, en als het dus dan niet zo is... Ik merk ook dat ik gewoon hardop aan het... Je moet er niet bij gaan zitten als ik aan het schrijven ben. Zit ik de hele hard op te praten. Alsof je gewoon een verhaal dus vertelt. Heel dagelijks, als het dagelijks leven gewoon. Ja, terwijl dit is een rare tegenstelling. Omdat ik moet ongelooflijk veel informatie kwijt in die 400 woorden... over wat je ziet en dan moet vertellen wat de Amerikaanse burgeroorlog is. Weet je, dat gaat de hele tijd, dus het is een ongelofelijke balanceren om heel veel informatie in te stoppen... terwijl het toch op gewoon gesprek lijkt. Knap, hè? Bedankt. Ja. Maar er zit toch ook inderdaad iets... Nee, wacht even, er zit ook iets paradoxaals in. Je hebt een hekel aan poseren voor... het kadreren van foto's, veel nadenken als iemand een foto maakt van de compositie en dergelijke. Dat vind je allemaal kunstmatig. Maar bij schrijven zijn dat precies de ingrepen die je wel doet. Je maakt heel veel werk van spreektaal. Ja. Maar is dat vorm? Ja, ik denk dan, als het echt zo hard werken is om te doen alsof je ouders toespreekt. Ja, nee, maar er zit iets van een pose in dan. Nou, ik ben er. zeg maar, ik vind heel veel, het wordt steeds vergeten. Je hebt vorm en inhoud, zeggen mensen dan. Je maakt iets, hè. Ik begeleid het op de Rijksacademie. Als kunstenaar maak je iets, of als schrijver maak je iets. Dan heb je het over vorm en inhoud. En volgens mij is er een derde poot aan die twee. Dat is presentatie. En het idee dat je het aan een ander vertelt of uitlegt of laat zien... dat is essentieel van het geheel van iets maken. Of het nou een object is of een geschreven tekst. En in presentatie dat denken mensen heel vaak... oh, een foto, moet ik een lijstje omheen, weet je wel. Dat is het dan. Of een beetje opdirken of oppoetsen. Maar bijvoorbeeld iemand die ik heel erg bewonder is een natuurkundige. Richard Feynman, zeggen jullie dat? Is een van de mensen die de atoombom heeft ontwikkeld... Heeft ook heel veel geschreven. En hij gaf les ook op MIT. Dus het instituut in Amerika. En alle andere collega's van hem die haalden hun neus op voor de eerstejaars. Om daar kwantummechanica aan uit te leggen. En hij zei, nee, laat het maar aan mij over. Want hij vond en hij ontdekte dat als hij dingen uitlegt aan mensen die iets niet weten. Dat je daardoor op andere gedachten over wat je weet komt. En hij heeft dus door dat uitleg steeds aan leken eerstejaars, ook mensen die helemaal geen verstand hadden van kwantummechanica, deed het ook, kwam hij op een totaal ander idee over kwantummechanica. En nu heeft hij dus, zijn theorie is nu gewoon helemaal ingeburgerd. Maar die is ontwikkeld omdat hij het presenteerde aan mensen die het niet wisten. Dus het zit
ik vind presentatie is niet iets, dat is inhoud. Ja. Veel meer dan vorm. Dat betekent, want volgende week ga jij zelf presenteren hier. Dan is het toch het eerste college van de gastschrijver. Morgen heb je een workshop voor een beperkt aantal studenten. Wat ga je met hun doen? Presenteren. Ja, observeren en presenteren. Dus zeg maar waar het net over had. Ja. Is dat je in je presentatie op ideeën komt over wat je moet schrijven en hoe je moet schrijven. En schrijven te ontdekken, die combinatie. Dus dat je door het schrijven dingen ontdekt. En de studenten gaan ook schrijven? Ja. En geef jij een onderwerp op? Of? Nee, dan komen ze, dat gaan we met z'n allen zelf bedenken. Ja. Oké. Nou, ik ben buitengewoon benieuwd. En ik hoop trouwens ook in de gastcolleges iets uit die workshops terug te horen. Oh, dat is een goed idee. Ja. Ja, misschien kun je daar af en toe wat over vertellen. Ik dank je buitengewoon voor dit gesprek. Ik denk dat we allemaal ontzettend veel zin hebben om de komende vier gastlezingen bij te wonen. Ik hoop ook weer op een volle aula. En voor dit moment dank ik je hartelijk. Dank je.